Hey, ik ben Cuba en vandaag gaan we op bezoek bij Mio. Mio die ken je misschien nog wel van Phonix hits als Still Down, Alcohol Party en Money Train. Die man die is even uit de running geweest en voor mij is dit een beetje een persoonlijk verhaal. Ik heb namelijk een auto-ongeluk gehad, of een verkeersongeluk moet ik eigenlijk zeggen, in 2009. En Mio die was in hetzelfde revalidatiecentrum als ik in Rotterdam. Nu komt hij met een keiharde comeback. Hij heeft een nieuwe track, Loser, is meteen de dikste op Phonix. We gaan nu kijken hoe die man terugkomt en waar hij zijn muziek opneemt. Want dit is de studio. Let's go. What's up, man? Dus, met jou. Cool. Long time. Goed uit, man. Dus dit is de studio. Dit is my crib. Hier gebeurt het allemaal, man. En hij is een van je producers, toch? Dit is mijn producer, man. Laten we even gaan kijken in de studio dan. Sowieso. De laatste keer dat ik je zag, zat je in een rolstoel? Ik weet, man. Ik zit nog steeds in een rolstoel, alleen nu... Ja, dat zijn die eerste dingen die we hebben gedaan. Ik weet niet wat er allemaal zit. En dat waren hits in Nederland, maar ook in Duitsland, toch? Ja, we waren bezig gewoon overal, maar overal proberen het... ook in Amerika waren we bezig voor dit. Ja. Alleen, ik ben eigenlijk een rapper en ik schrijf alles op bars, nu nog steeds. Ook zang schrijf ik gewoon op bars, weet je toch? Dit was al langer dan 2008, dus dit heeft al iets langer gespeeld. Had je het zelf door eigenlijk? Want, ik had het zelf al door. Je voelde gewoon iets in je been? Ja, mijn been begon op te zetten, weet je toch? Laten we even gaan zitten, want ja, dit was zo'n onderwerp om... Sowieso, sowieso. Nou, in 2008 ben ik naar het ziekenhuis gegaan en moest een amputatie worden verricht bij mij. Omdat ik een tumor achter mijn knie had, zeg maar, onder mijn knie. Eerst sowieso, toen ik daar in het revalidatiecentrum kwam, was ik al geamputeerd en dat was tot hier ongeveer. Dat was net boven de knie. En ik was net aan het revalideren daar en uiteindelijk is het fout gegaan, ging het ontsteken, werd ik nog een keer geamputeerd en dat was hoger. Dus uiteindelijk zit het nou tot hier, dus ik moest even een tijdje wachten met die met de prothese. Ja. Het is heftig, maar zulke dingen gebeuren. Hoe kwam je daarachter? Ja, mijn been begon op te zetten en ik heb het een tijdje... ik heb het ook een tijdje achtergehouden voor mensen, want ik wist al een beetje wat er gaande was. Alleen het is moeilijk om aan mensen te vertellen. Uiteindelijk heb ik mijn moeder gebeld, toen ben ik naar haar toe gegaan en heb ik het uitgelegd, heb ik het laten zien. En dat was met de kerst en toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Na de amputatie kon ik terug naar huis gaan. Ik kon zeg maar polyklinisch revalideren. En dat betekent, dat houdt in, zeg maar, je bent gewoon thuis en dan ga je 3 keer in de week ga je revalideren. Alleen voor mijn moeder was het zwaar, want ik had geen eigen huis meer. Daar kon ik kon niet meer naar boven, niks zien. En uiteindelijk na een week trok zij dat gewoon niet meer en heeft zij gebeld met die mensen om mij in een revalidatiecentrum te plaatsen. Okay. En ik was het daar niet mee eens. Terwijl ik kon nog niet eens met krukken lopen en uiteindelijk ben ik heel blij dat mijn moeder dat heeft gedaan. Dus bedankt Dineke, je weet zelf. Haletje boy. Is dat de naam van je moeder? Ja, dat is de naam van mijn moeder. Bekende piano, want die zit ook in de videoclip van Loser. Ja man. Hoe is die track ontstaan eigenlijk, Loser? Ja, dat heeft een klein beetje een emotionele waarde voor mij. Weet je. Het is gebaseerd op waar gebeurde feiten, zeg maar. Dus, een relatie. Dat is, ja, sowieso. En dat is ook de reden waarvoor wij hebben gekozen om dit nummer te gaan doen. Want ik heb zoveel nummers nog liggen, alleen dit was één van onze beste nummers, vind ik zelf. Dat je bijna wil doodgaan, dus ja, maar dat het met is jou uitgemaakt veel, of zo? We hebben het overal geprobeerd te plaatsen en veel mensen die hebben gezegd van zo, je wil doodgaan. Ja. En sowieso in mijn situatie klinkt dat echt hard, koud. Ja. Maar het is gewoon, ja, het is bij wijze van spreken, zeg maar. Laten we even naar iets positiefs gaan, laten we gaan kijken wat jullie doen in de studio.
hierop, hè? Ja, dit is de boef. De microfoon hangt laag. Zodat je op die stoel kan zitten. Ja, omdat lang staan, dat staat zo ongemakkelijk. Er is nog een track die een beetje circuleert op YouTube op dit moment. Dat is een nieuw nummer, want je hebt hem opgenomen na je ongeluk. Of na, die was ik ook helemaal vergeten. Robot Man, ja. En je voelt jezelf een Robot Man? Nou, kijk, weet je wat het is? Kijk, als je een ongeluk krijgt, of tenminste als er iets bij je gebeurt en er wordt iets van je afgehaald, dat is heel erg. Maar als artiest probeer je altijd van het negatieve iets moois te maken. En vandaar die Robot Man, zeg maar. Okay. Om het cool te laten. Want er zijn veel mensen buiten mij die ook in zo'n situatie zitten. Alleen ja, die zingen niet of die rappen niet of die doen andere dingen. En dus dit is eigenlijk gewoon voor dat soort mensen. Om het gewoon cool te laten. Of tenminste, het kan cool zijn om zoiets te verliezen en dan dit erbij te krijgen. Onderdeel eigenlijk, alsof je een soort van Robocop bent. Ja, halve, ja. I've been shot with a bottle of Patron, M.E.O. Sam Willie Wall, give me one basket, a nigga I bow. Pop champagne till a nigga don't fall. They put me on all the ball. Shouting you the baddest tonight, let's get the cover tonight. Yeah. You can have whatever you like, spend whatever you like. I might get this airplane tickets for a flight. Yeah, I go down for you. Southside soldiers, see my niggas down in Georgia. Yeah, you fucking with the king, I told you. Now you say something, arigato, Mr. Roboto. Hoe zie je de toekomst? Waar ben je over 5 of 10 jaar? Dan hoop ik sowieso dat we nog steeds hier zitten. Sowieso zit ik hier nog steeds met mijn mensen. En luister mensen naar de fans, hoop ik dat we fans krijgen en dat mensen luisteren naar onze muziek. Ja. En, dus ook als schrijver, sowieso, ook als producer. Ja, dat is heel belangrijk. Niet alleen als artiest, meer. Nee. Ja. Nee, gewoon alles bij elkaar. Oh man. Hey, ik heb een dope dag gehad en ik ben blij dat je ook gewoon over alles durft te vertellen, want ja, het is toch best wel een heavy onderwerp. Sowieso. Dus, en I'll see you soon, man. De volgende hit. Je weet zelf, bro. Cool. Je weet zelf, luister, your boy Mio, a.k.a. Mr. McGregor, a.k.a. Soundwave Mio. Deze pokoe, afgelopen, de volgende Dicks of Phonix. Cuba, what's up? Steady, pop, you already know who I be, I'm back.